Want Noah Lang had het in die face-to-face over, ja, verdedigen en een beetje schoppen. Maar nee, ja, Antwerpen heeft ook echt goed gevoetbald hier thuis tegen Genk bijvoorbeeld. Ook in de tweede helft op het veld van Anderlecht. Klopt. Het dicht bij elkaar ligt, ook met belangstelling gevolgd in Genk en in Brussel natuurlijk. Bij Racing Genk en bij Anderlecht. En het was al het voetje dat nodig was van Kossounou, want... De Ketelaere probeert zich door te zetten, maar dat lukt niet helemaal. Van Jean Buté. Lukaku glijdt weg. Het is toch nog een bal waar Matta bij moet. Dat de Ketelaere daar toch moet zorgen dat Matta een beetje steun krijgt. Oh, mooie bal voor Rits. Rits rond Buté. Hij moet een voorzet trappen. En De Laat glijdt die weg. Appel voor handspel, maar nee, dat denk ik niet. En dat was een eerste keer groot doelgevaar van de kant van Club Brugge. Een beetje voor al diegenen die gaan liggen en eigenlijk niet geblesseerd. Ja. Goed, Le Marchand kopt hem terug tot bij Rits. Hij mag er zo meteen weer. Kossou, uiteraard hoger dan Miyoshi. En Lang die aanneemt en snel wil voetballen. Lukaku. Maar dat ligt ook alweer een hele poos achter ons met die ene kans. Voor Rits. De Ketelaere. Afgestopt door De Laat. Ja, ik denk dat De Laat zich kwaad maakt op Mbokani. Omdat hij toch vrij makkelijk die bal verloor. Stond ook wel tussen twee, drie mensen. Ja. Dus zijn eerste controle was een beetje onzuiver. Dan ben je hem kwijt natuurlijk. Knal in. Zorgen dat de dekking dubbel is. Op die spits die die geweldige tweede helft speelde in Anderlecht. Dat is gevaarlijk. De Laat. De vormer kan niet besluiten. Ja, Richie De Laat. Mechelen en Sobol. Kan weer wat meters maken. De Ketelaere goed aangediend en goed meegegeven. Vindt Rits Dost. Nee, want dubbele dekking. Ze gleden met zijn tweede ertussen. Club Brugge deze dan weer. Kom maar, kijk. Oké. Dat is voor Buté. Ja, en hij krijgt de ruimte om voor te zetten. Buté komt, maar zit ver van de bal. En Mechelen bijna afgeblokt door Miyoshi zowaar. En dat was nodig. Want Mechelen met een goede volley. Ondertussen Mbokani aangetrapt tegen aanval van Antwerpen. Nee, daar krijgen we dan de overtreding en ook de gele kaart. Hier Ongla, nu een goede voorzet. Krijgt hem niet voorbij, Balanta dan weer. Je wil toch graag op plaats 3 eindigen. Dat betekent dan voorronde Europa League. Anders is het Conference League. Buta, dit is de kans voor Mbokani en hij kraakt zijn schot en herkansing. En die komt er ook niet uit. Dat is een mooie, mooie kans. Maar geen 14e goal voor Mbokani. Kijken naar Club Brugge met de Ketelaere. Een schotje tussen de palen. Nou, infiltrerende Rits tot bij Vormer. Ah, krijgt niet echt de kans om te schieten. Rits nu de voorzet, appel voor handspel. Vormer neemt hem mee. En afgeblokt nog. Finaal door Gerkes. Vormer de corner. Buté komt plukken. Hij heeft al een paar keer die bal goed afgelegd aan Mbokani. Dat kan je niet altijd doen. Dan verwacht je dat er wordt gespeculeerd op die tweede bal. Ongla zat er bijna tussen, maar nu is hij wel uit positie. Vormer van afstand. Dat is toch een aardige poging van Buté. Ja, Ongla die instapt, maar niet goed. En dan krijgt Vormer wat tijd en ruimte om te infiltreren. Bal aan de voet, schot gaat. Zijn snelheid is zijn grote troef. Ja, en Lang. Gevaarlijk hoor, gevaarlijk. Een tweede keer al vandaag, Peter. Geen voor Verstraeten. En die mist dus de wedstrijd van zondag voor protest. Ah, hij heeft hem opnieuw heroverd op Verstraeten. Voetballen met Vormer. Die wil trappen van afstand. Strakke bal. Buté heeft hem goed klep. Dus de paal met Ongla. Geen kans om te trappen, want dat kan hij. De Saar, die kan dat ook. En dat is een opwarmertje voor Mignolet. Zag er geen graten in. Ik denk dat het juist was inderdaad. Dat hij er geen graten in zag. Voilà, afgefloten door Bram van Driessen. 0-0. En dat is een juiste weerspiegeling van deze wedstrijd, denk ik.